Voordat we van start gaan met het debat, en allereerst wil ik het woord geven aan de heer Rutte van de VVD voor zijn eerste termijn. Gaat u gang. Voorzitter, dank. En eerst dan voor de administratie. Er komt zo direct in de termijn van mevrouw Kaag van D66 een motie van haar en mij, waarin wij een voorstel doen voor het vervolg. En inderdaad ook een naam suggereren voor dat vervolg. En volgens mij is dat ook in lijn met hoe we dat sinds 2012 doen. Namelijk na de verkiezingen een gesprek onder leiding van de voorzitter om te praten over een verkenner. En daarna, als die fase voorbij is, worden de moties ingediend door de grootste partij of door de grootste partijen over hoe het proces verder moet worden vervolgd. En dat wordt hier bediscussieerd. Dus er gebeurt hier volgens mij niets vreemds. Dat voor de administratie. En ik dacht al dat ik daar met de heer Wilders wel zou uitdagen. Dat klopt. De heer Wilders. Nou ja, voorzitter, dan kunnen we het debat net zo goed ophouden nu. Want de heer Rutte zegt gewoon dat hij met een voorstel komt met mevrouw Kaag. Alle spanning of D66 nog iets van nieuw leiderschap over heeft. Om een grote bezwaren en de motie van afkeuring tegen de Rutte zijn allemaal weg. Alle journalisten kunnen naar huis. We weten het nu allemaal. Er komt gewoon aan het einde van dit debat komt er een motie van de VVD en D66 die zegt dat mevrouw Hamer de nieuwe informateur wordt. En dan het feest, het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door met de heer Rutte, met mevrouw Kaag. Ongetwijfeld zal de heer Hoekstra ook voor die motie gaan stemmen. Ik kan me zo voorstellen dat mevrouw Ploemen dat ook gaat doen. Dus misschien kunnen we wat anders gaan doen vandaag, voorzitter. Want dit debat, de uitkomst, staat bij voorbaat al vast. En dat toont aan wat een enorme farce en een poppenkast de politiek in Nederland is geworden. Wat een onzin. Wat een totale onzin. Dit doen we sinds 2012. Sinds de koning uit het formatieproces is gehaald, heeft de voorzitter het initiatief genomen na verkiezingen partijen bij elkaar te halen en te zeggen wie laten wij verkennen hoe we tijdens de fase van de transitie van de oude Kamer naar de nieuwe Kamer na te denken over hoe we het formatieproces op gang helpen. Dan vindt het gesprek plaats in de rooksalon. Over achterkamertjes gesproken, maar noodzakelijk. Het kan niet anders. Dat is na de verkiezingen. Als eenmaal dat gebeurd is en we zijn het uiteindelijk na een mislukte verkenning eens geworden met elkaar over Herman Cenk Willink om de zaak een goede baan te leiden. Dat is gebeurd. Die heeft zijn rapport uitgebracht. Dan is het bij de verkiezingen van 2012, de verkiezingen van 2017. Dus de keren dat wij dit doen zonder koning, gebruikelijk dat de grootste partij of de grootste partij met een motie komen, waarin zij A zeggen, dit zou de opdracht moeten zijn voor de volgende fase. B zeggen, dit zou een naam kunnen zijn voor die volgende fase. Dat is dus niet vreemd. Dat is compleet hoe het hoort in een Kamer die zelf het initiatief in de formatie neemt. Ik was daar niet voor. Mijn partij was daar niet voor. Wij zijn ervoor dat de koning die rol blijft spelen. Daar is een meerderheid tegen. Daar hebben we ons toe te verhouden. Je moet je verlies soms nemen. En dat betekent dat nu de Kamer dat besluit moet nemen. Dat kan alleen via een uitspraak in de vorm van een motie. Dus wat de heer Wilders hier doet, de indruk wekken, er gebeurt iets ondemocratisch. Sorry, dat is gewoon niet waar. En dat weet hij donders goed. Nee, mevrouw de voorzitter, dat is niet mijn punt. Mijn punt is dat u, voordat dit debat begint, dat al in de kranten staat wie de informateur wordt. En dat het eerste wat u hier zegt in dit debat, wat een spannend debat zou moeten zijn. Krijgt de heer Rutte wel voldoende steun van D66? Is mevrouw Kaag nog steeds van mening dat die eigenlijk het vertrouwen niet verdient? Of in ieder geval de afkeuring verdient? Tot hier en niet verder. Dit is mijn grens. Wat waren haar woorden? Is de CDA-fractie nog steeds boos? Als ze dat überhaupt al ooit zijn geweest over hoe de heer Rutte de heer Omtzigt heeft behandeld? Gaat mevrouw Ploemen grote woorden in de media zeggen van nou, mijn vertrouwen heeft er nog niet gewonnen. Wordt het spannend? Komt er überhaupt wel een motie aan het einde van dit debat om deze informatie met u nog steeds daar als premier voor te zetten? Komt dat er überhaupt? En wat zegt u aan het begin van het debat? Het gaat me niet om de procedure. Wat zegt u aan het begin van het debat? Voorzitter, mevrouw Kaag zal dadelijk namens mij een motie indienen dat we gewoon doorgaan met een nieuwe informateur. En ja, inderdaad, dat is mevrouw Hamer. Alle spanning uit het debat. Het is gewoon al bekokstoofd. U heeft gewoon al met iedereen, heeft met mevrouw Kaag al die motie geregeld. De heer Hoekstra die zal zijn handtekening er ook onder zetten of zal het in ieder geval gaan steunen. Ik voorspel u, mevrouw Ploemen, die ook blijft zitten nu, gaat gewoon voor die motie stemmen. Het komt er gewoon. En dan staan we hier toch totaal voor aap.
dan staan we hier toch voor aap. Wat zijn we nou hier aan het doen? Het gaat me niet om de procedure. Het gaat erom dat het allemaal al bekokstoofd is. Ja. En dat u nu al zegt, ja, mevrouw de voorzitter, dat is een belangrijk punt. Want wat zitten we hier de hele dag te doen als we nu al weten van de heer Rutte dat hij gewoon met mijn verkracht verder gaat. En dat we gewoon dadelijk met een kabinet Rutte 4 komen te zitten, waar de messentrekkers van de ChristenUnie worden vervangen door de Partij van de Arbeid. Dat is wat er gaat gebeuren. En dat is een grote fars. We kunnen net zo goed naar huis gaan nu. Ik kan u wel eens geruststellen, het kan nog steeds eindigen in een kabinet Wilders 1. Want er staat niet in dat er een kabinet Rutte 4 komt. Het kan nog steeds erin eindigen dat ik de heer Wilders uit zijn stoel stoot als leider van de oppositie. Dat kan nog steeds. Er staat niets in die motie over wie er nu een premier wordt. Die motie gaat over 2 dingen, namelijk 1, aan de hand van het rapport van de informateur en de door hem geschetste procedures voor het vervolg, die wij tot voor onze rekening nemen, hoe we stap voor stap het proces verder willen uitleiden. En 2, inderdaad, mevrouw Hamer wordt voorgesteld als informateur, precies zoals we dat in 2012 hebben gedaan, zoals we dat in 2017 hebben gedaan, toen we in de verschillende stappen van de formatie zonder de koning als Kamer moesten afspreken wie gaat de volgende stap zetten, met welke opdracht. En die motie wordt ook daarom ingediend in eerste termijn door mevrouw Kaag. En waarom? Omdat hij daarmee juist onderdeel is van de discussie. Dan kan mevrouw, de heer Wilders zich daartoe verhouden, iedereen. Maar er is geen sprake van dat iemand in deze Kamer, behalve de VVD-fractie zou hebben gezegd, we willen graag Rutte weer als premier. Dat zien we allemaal later, wie dat wordt. Het gaat nu eerst om de inhoud en dat zal die motie ook schetsen. Het debat moet plaatsvinden over de inhoud. Ja, misschien is het goed om nog heel even aan te vullen daarin. Ik voel ook even de behoefte als procesbegeleider van dit formatieproces, dat inderdaad in de rookzone die bijeenkomsten zijn, hè, met alle fractievoorzitters, dat vindt plaats in die verkenningsfase. Maar op een gegeven moment dat we een stap verder zijn, dan is het doel inderdaad, wat de fractieleider van de VVD ook aangeeft, dat we een debat erover hebben om uiteindelijk de opdracht vast te stellen en ook de informateur. En zoals te doen gebruikelijk wordt er dan ook gesondeerd bij partijen om te kijken of daar draagvlak voor is. Ik weet ook dat dat gebruikelijk is. In hoever die sondering is, dat, nou ja, dat zijn de vragen. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Daar wil ik ook ruimte voor bieden in dit debat. Maar dat het doel hiervan is benoemen van de informateur en ook de opdracht, dat hebben we een aantal keren gedaan nu dat de koning geen onderdeel meer is van dit proces. Dus ik voel de behoefte om daar in ieder geval ook even te zeggen vanuit mijn verantwoordelijkheid. De heer Eerdmans. Ja, dat is correct. Het is allemaal wat ongelukkig, voorzitter. De heer Rutte zegt, we doen het sinds 2012. We doen wel meer dingen nog steeds zoals in 2012. En daar willen we volgens mij ook mensen al een beetje van af. Ik denk zelfs dat de heer Cenk Willink dat onderschrijft in zijn eindverslag. Is het gewoon niet wat ongepast, hè, als u deze manier van werken handhaaft? He, dan heb ik het niet eens over uw reflectie zelf, zoals u dat deed in Nieuwsuur, waar ik vragen over heb. Maar ook gewoon het feit dat je dan ook even de hele Kamer meeneemt in dat proces van die nieuwe naam, van de nieuwe informateur die ons nieuwe kabinet van het land gaat smeden, verder gaat brengen. Is dat niet een beetje oude politiek om dan te denken, nou dat doen we gewoon eigenlijk zoals dat was in 2012? De heer Rutte. Nee. Nee, die motie wordt hier ingediend. Daar staan 2 handtekeningen onder die opgeteld 58 kamerzetels hebben. En verder zal moeten blijken hier in dit debat hoe andere partijen zich daartoe verhouden.